Dit zijn mijn eerste twee neushoorns die ik in Zuid-Afrika heb gezien. Met een kleintje, dus dat is echt een hele mooie ervaring. Hier zie je ons in het veld zitten, naar de beelden kijken met z'n allen. Want ja, we waren allemaal heel erg nieuwsgierig naar wat komt eruit. Want dit was onze eerste keer in Zuid-Afrika. Nou, wij zijn 2 jaar geleden begonnen met als team om een drone te bouwen om de neushoorn te beschermen. Dit doen we door een drone de lucht in te gooien boven een gebied. Dit monitoren we dan met camera's. Dat zit aan boord van de drone. En die camera maakt eigenlijk allemaal foto's. Van die beelden maken we kaarten. Vervolgens vinden wij automatisch in die kaarten de dieren, zoals de neushoorn, maar ook mensen of potentiële bedreigingen voor dat dier. Deze informatie geven wij terug aan de ranger of aan de klant, zodat zij actie kunnen ondernemen. Dit is gewoon van een standaard GoPro. En als je goed ziet, zie je dat er hier nu een neushoorn in beeld loopt, met een kleintje ernaast. Dit is meer een funcamera, die doen we voorop, om de mooie landschappen eigenlijk te kunnen zien. Nu hier zie je dat onze drone eigenlijk een automatische landing maakt. Wij zouden nooit echt jagers zelf kunnen detecteren, maar gewoon mensen. En dan laten we het aan de ranger zelf over om te beslissen of deze persoon daar hoort of niet. Computer daarover te beslissen, dan ga je een ethische kwestie in. Maar deze informatie is naast antistroperij, gebruikt dan Reserve het ook om hun gebied te managen. Dus zij willen gewoon weten waar hun dieren lopen of in überhaupt gewoon de aantallen weten.